En dan is het eindelijk klaar. Mijn nieuwe YouTube-kamer. Tenminste, het is natuurlijk wel mijn oude YouTube-kamer, maar dan, ja, hoe moet ik het uitleggen? Vernieuwd, zeg maar. Dus YouTube Room 2.0. En mijn vader heeft dus geholpen met plank erbij te maken. Waardoor het voor livestreamen vooral echt veel mooier is om naar te kijken, zeg maar. Omdat ik gewoon echt als een debiel soms erbij zit. Dikke shout-out aan mijn vader natuurlijk. Papa kan dat heel erg goed. ik ga jullie even een beetje rondleiden. Ja, het is natuurlijk gewoon een kamer. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik ga gewoon even lekker alles laten zien. Want ja, ik ben er gewoon echt heel erg blij mee. Een heerlijke setup. Ik kan lekker mijn dingen doen. Ik kan lekker toffe video's gaan maken. En dat wil ik gaan doen. En ik vond ook nog een hele doos met allemaal spullen die ik kan weggeven en zo. Dus heerlijk. Ja, en dan beginnen we natuurlijk met het grootste probleem eigenlijk altijd in zo'n kamer. Dat zijn de kabels. Dus ik moet even naar de Action hier toe in Lemmer. En dan haal ik eventjes ik weet niet hoe dat heet. Maar in ieder geval dat je gewoon één kan klikken. Zodat het een beetje netter eruit ziet en zo. Dat al die kutkabels zijn weggewerkt. Want het ziet er gewoon niet uit. Maar wat ik heel erg blij mee ben, is natuurlijk gewoon boven hier. Kijk, ik heb hier gewoon mijn console staan. Hè? De PlayStation, Xbox One en de Xbox 360 heb ik nog. En die staan dus hierboven. En dat betekent dat ik natuurlijk gewoon heel veel ruimte heb hier op mijn bureau. Eigenlijk gewoon, ja, het is helemaal leeg. En nou zie ik dat daar een doekje liggen, maar dat maakt niet uit. Ja, ik was nog een beetje het afnemen natuurlijk. Maar hier zit ik mijn tv. Ik ga hier gewoon lekker zitten. Je ziet mij in de weerspiegeling, zie ik hier zo trouwens. En hiernaast staat gewoon mijn pc aan. En dat betekent gewoon dat ik gewoon hiernaast zit. En dan waarschijnlijk kijk ik een beetje schuin in de camera voortaan. Want ja, mijn webcam staat gewoon op mijn tv. En hieronder staat dus de pc en de kabels. Nou, hier staat mijn server. Want ik heb mijn eigen servertje. En mijn stoel is dan trouwens kapot. Moet ik even repareren, moet ik even een boordje halen, maar dat komt goed. En printertje erbij natuurlijk. En hier heb ik dus achter heb ik ook alles aangepast en zo. Kijk, ik heb een beetje volgemaakt met allemaal posters en zo. Ik hou ervan, jongen. Lekker vol. Zo'n kamer moet gewoon vol zijn in mijn ogen. Dus allerlei dingen hier, het mokken en zo. Dat vind ik altijd leuk, weet je. Ik hou ervan als ik dat spullen krijg. Vind ik hartstikke leuk om neer te zetten en zo. Achterjaar is gewoon eigenlijk hetzelfde gebleven hier. Alleen wat leger eigenlijk. En hier zitten twee dozen. En die zitten vol met merchandise. En ik had nog achterin mijn kast eigenlijk allemaal spullen. Behalve die tas natuurlijk. Maar ik bedoel, allemaal spullen zaten erin. Die ik nog kan weggeven en zo. Posters en shirtjes. Ook van Call of Duty Black Ops 2 heb ik zelfs nog shirtjes. En van Advanced Warfare heb ik nog dingen en zo. Maar ja, maakt niet uit. Ik kan het altijd weggeven. En ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Heerlijk. Een hele grote lege kamer. Chris, waarom werk je eigenlijk niet met een greenscreen? Nou, dat wil ik wel gaan doen. Maar ik weet niet. Ik denk een systeempje maken of zo. Ja, het is een beetje kloten nu met dat licht en zo. Maar dat ik hier zeg maar een soort van dat ik hem op kan hangen, mijn greenscreen. En dat ik hem dan gewoon, met twee klemmetjes of touwtjes eromheen. Dat ik hem gewoon naar beneden kan laten rollen, zeg maar. Zodat ik dan achter een greenscreen heb. Zodat ik met de greenscreen kan opnemen. Ik ben in ieder geval heel erg blij mee. En ga gewoon lekker verder. Ja toch? Morgen weer andere video's. Ik heb heel veel dingen trouwens opgenomen. Heel veel nog editen. Maar dat komt allemaal vanzelf wel goed. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Later. Bye bye. En je kan een like geven als je wilt.